Jongens, het blijven gewoon rare tijden. Het is een cliché om te zeggen, ik weet het, maar ik vind het gewoon rare tijden. We gaan het vandaag hebben over facecharts. Zeker op het moment dat we nu eigenlijk niet op mensen kunnen oefenen, is een skill om te ontwikkelen het maken van facecharts. Wat is nou eigenlijk een facechart? Een facechart is eigenlijk een soort plan die je maakt op papier van de make-up look die je gaat maken. En bij ons op de opleiding is een van de eerste lessen gaan we bezig al met facecharts en het maken van moodboards. En in ons theorieboek krijg je dan ook een blanco facechart. En een blanco facechart is eigenlijk gewoon een wit papier met een gezicht erop. Dit is de grote versie en daarbij krijg je ook de kleinere versie waarin je dan ook kan opschrijven welke producten je eigenlijk allemaal hebt gebruikt. Als je bijvoorbeeld bij een MAC winkel bent geweest, dan zie je ze vaak wel bij hun spiegels al staan. Allemaal verschillende facecharts. Heerlijk om even doorheen te bladeren. En daar zie je dus ook dat zij juist dat als techniek en als skill willen ontwikkelen. Zodat iedereen weet hoe die een facechart moet maken. Waarom is het belangrijk om het als beginner te doen? Als beginner werken we dan met facecharts om met name te kijken van hoe komen die kleuren overeen. We printen de facecharts eigenlijk op wat dikker papier dan gewoon papier. En wat er aan wordt geraden is of dikker tekenpapier of echt aquarelpapier. Ik heb zelf de verschillende gebruikt en ja, ik vind het aquarel fijn werk omdat je wat vettiger werkt. Maar dunne papier heb je weer wat meer. Met blenden dat het weer wat makkelijker gaat. Dus het is een beetje je eigen voorkeur. En voordat we een look gaan maken, als we bijvoorbeeld een glam look gaan maken, dan moeten we daarvoor dus een facechart maken. En een moodboard. Die twee zijn allebei heel erg belangrijk. De moodboard maak je eigenlijk om een beetje de look en de feel van een look aan te geven. Dus weet je, werk je bijvoorbeeld met een gouden jurk, dat je dat erbij hebt staan. Dat als je rode lippen wil, dat je dat erbij hebt staan. Wil je een winged eyeliner of niet? Ga je werken met volle wimpers, met dikke wenkbrauwen? Noem het allemaal op. Dat kan je allemaal dus ook bij je moodboard plakken. En aan de hand daarvan kan je dus ook je facechart maken. Nu kan het ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een moodboard van een opdrachtgever krijgt. Waar die dus omschrijft wat de look en feel van een shoot kan zijn. Aan de hand daarvan kan je dus ook op dat moment een facechart maken. En weer terugsturen naar je opdrachtgever van hey, is dit wat jij bedoelt aan de hand van jouw moodboard? Als je nou bijvoorbeeld werkt als make-up artist bij een fashion show, dan kan het zo zijn dat of jij bent de hoofdvisagie, waarin jij verantwoordelijk bent voor het zorgen dat de make-up look aansluit op de collectie. Of je bent een van de visagisten, wat waarschijnlijker is in deze situatie, die het idee van de hoofdvisagie moet gaan volgen. En dat betekent ook dat dus gewoon een facechart zoals deze aan je spiegel geplakt wordt en gewoon wordt gezegd dit ga je maken keer 40. En daarbij wordt dan ook vaak de facechart gebruikt waar je dus de producten ook bij hebt. Voor sommige shows is het natuurlijk ook zo dat bepaalde make-up producten worden gepromoot. Dus dat kan zijn dat je bijvoorbeeld alleen maar met producten van een bepaald merk werkt of op een andere manier met bepaalde dingen moet werken. Dus het is ook belangrijk om als je kijkt naar een facechart en de producten staan erbij, dat je ook je houdt aan die producten. Waarom het ook belangrijk, maar ook leuk is om een facechart te maken, is bijvoorbeeld in het voorbeeld van de bruid. Als jij samen met de bruid een make-up look hebt bedacht, je maakt daar een mooie facechart van en vervolgens teken je die helemaal uit, maak je die helemaal mooi met de producten erbij en je geeft dat bijvoorbeeld als cadeau aan het eind van de bruiloft of nou ja, op het moment dat jij klaar bent met werken, dan laat je natuurlijk ook iets super bijzonders achter bij de bruid en is zeker ook iets waardoor jij natuurlijk herinnerd wordt. Ook weer een tip van Anouk. En daarbij is het bij een bruid ook nog wel handig dat je de look die je daarvoor met de bruid hebt geoefend daadwerkelijk op die dag ook weer opnieuw gaat doen. En laten we eerlijk zijn, als je heel veel visagieopdrachten hebt, kan je misschien vergeten hoe en wat. Dus gewoon allemaal mooie facechart van maken. Mocht je nou heel erg vervelen en denken, wat moet ik met mijn tijd?
Ga dan vooral eens proberen zo'n face chart te maken. We kunnen nu toch niet op andere mensen oefenen. En je eigen gezicht heb je op een gegeven moment denk ik ook wel gezien. Dus kijk als je kan printen of je zo'n face chart kan printen. Kijk of je ergens wat dikker papier vandaan kan halen zodat je erop kan oefenen. Gebruik dus gewoon je eigen kwasten, je eigen make-up spullen. Ga er lekker mee aan de gang. En heb je er een gemaakt en ben je er trots op? Tag dan ook vooral even de Visagie School op Instagram erin. En dan kunnen wij kijken wat voor gave dingen jullie allemaal kunnen maken. Heb je verder vragen over de opleiding, dat soort dingen? Laat dan even een comment hieronder achter. Je mag natuurlijk ook altijd een comment achterlaten bij mij op Instagram. Ik reageer zo snel mogelijk. En zoals eerder gezegd, een heel aantal hebben dat ondertussen al gedaan. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ja, ik ga komende tijd gewoon nog door met de video's. Zoals ik zei, school ligt wel stil voor dit moment. We weten ook nog niet wanneer het weer bezig gaat. Maar in de tussentijd probeer ik mij met make-up en dat soort dingen gewoon zoveel mogelijk te vermaken. En ik hoop jullie ook. Dus tot over 2 weken.